Hallo, mijn naam is Sylvain Lucier. Ik ben artsenonderzoeker in het Erasmus MC. Daar staan we nu ook, bij de hoofdingang. En vorig jaar heb ik de Professor Sterk Participatieprijs gewonnen. In dit filmpje wil ik kort uitleggen hoe ik de prijs heb besteed en wat er nog op het programma staat. Het eerste onderdeel waar ik de prijs voor gebruikt heb, is de druk van mijn proefschrift. In oktober 2021 heb ik met succes mijn proefschrift mogen verdedigen. En voor dat proefschrift heb ik gebruik gemaakt van de ERGO-studie, de Rotterdam-studie ook wel bekend. En in deze bevolkingsstudie doen al bijna meer dan 30 jaar mensen mee om te kijken hoe we nou oud worden, hoe we gezond oud kunnen worden, maar ook hoe ziektes ontstaan. Bijvoorbeeld longaandoeningen, maar we kijken ook naar kanker, hart- en vaatziekten en dementie. En in mijn proefschrift heb ik dan ook foto's en verhalen van de mensen die meedoen aan het ERGO-onderzoek. Uitgelicht, om zo hun persoonlijke verhaal van hun deelname aan de studie, maar ook van hun leven, beter in beeld te brengen. En dit leek mij echt een heel mooi voorbeeld van hoe patiënten ook op onderzoek, in onderzoek kunnen meedoen en kunnen participeren. Een ander aspect van hoe ik de prijs heb gebruikt, is om te kijken hoe wij in het lopende onderzoek dat wij nu doen naar multimorbiditeit, het hebben van twee of meer langdurige aandoeningen, hoe we daar patiënten, maar ook deelnemers aan het onderzoek, meer bij kunnen betrekken. En een van de ideeën die wij hebben gehad en nu aan het uitvoeren zijn, is om een interactief platform te maken op internet, waar mensen zich kunnen aanmelden om zelf suggesties te doen voor vervolgonderzoek. En op dat platform zijn momenteel onderzoekers ook actief vanuit 3 landen, Polen, Duitsland en uit Nederland, waar wij dan aan meedoen, om samen dus met deelnemers en patiënten de discussie aan te gaan en te kijken hoe we deze suggesties ook echt kunnen verwerken in ons onderzoek en of deze kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Nou, dit platform, Join Us for Health heet het, kunt u hier zien. Het is een website, daar kunt u zich zelf aanmelden. Het is helemaal gratis. Ik zal het ook in het filmpje vermelden. En hier kunt u dus rondkijken welke onderwerpen nu zoal spelen en kunt u kijken of u mee kunt doen aan een van deze onderwerpen. Het laatste onderdeel dat ik zou willen uitlichten in deze video is het symposium dat wij gaan organiseren. Op maandag 7 november 2022, dus het aankomende najaar, organiseren wij het symposium over multimorbiditeit. Tijdens dat symposium is er ruimte voor onderzoekers uit Nederland, maar ook uit het buitenland, om te vertellen over de laatste inzichten, maar ook voor patiënten, om te vertellen over hun ervaringen en om te horen wat de Nederlandse Patiëntenfederatie heeft onderzocht onder de patiënten met multimorbiditeit. Zij hebben een enquête uitgezet in heel Nederland om eens te kijken wat nou de beleving is van mensen over dit fenomeen. Hoe ervaren zij de zorg en hoe kan het vooral ook beter? Ik nodig u van harte uit om daar ook te komen. Dank u wel.